Tjurandi. Tjurandi, eerste 100 meter. Was je tevreden met je eerste 100 meter hier? Ja, het is oké. Het is koud vandaag. Je moet voorzichtig gaan. Voorzichtig gelijk naar binnen natuurlijk, want het is heel koud voor jou, hè? Ja, dus. Maar ik ga ervoor. Vorig seizoen 9,97 hier. Ja, ik ga kijken wat ik kan doen vandaag dan. En ik ga wel voorzichtig doen. Voorzichtig, voor een sprinter is het natuurlijk van groot belang dat je je spieren warm houdt. Hoe is dit weer? Erg aanpassen? Ja, ik moet er aan passen, want het is een beetje koud. En die wind ook, dus. Maar het kan wel, gaat wel. Tevreden over de eerste 100 meter hier nu. Hoe gaat het in de finale straks, denk je? In de finale moet je gewoon goed starten en alles kan goed. Was je niet tevreden met je start? Sorry? Was je niet tevreden met je start? Ja, ik was goed, maar kan beter. En ja, dan kan een betere tijd komen. Vorig jaar, ja, helaas moest je uiteindelijk uitvallen bij de WK in Berlijn. Wat is je grote doel dit jaar? Ja, ik moet gewoon. Deze jaar heb ik CSC, denk ik. Maar ja, ik ga gewoon een beetje rustig dit jaar. Want dit jaar hebben we geen belangrijke wedstrijden. Dus. Is voor jou een soort tussenjaar dat je zegt van kan ik wat dingen aanpassen? Ja, gewoon hard trainen en goed op die start aan werken, zodat het volgende jaar beter kan gaan. Vorig jaar ook gezegd, ik ben eigenlijk met een nieuwe trainer begonnen, op een andere manier trainen. En dat heeft al succes voor jezelf? Ja, het gaat beter elke jaar, dus ik ben blij. We gaan het straks zien in de finale. Alvast succes voor straks. Bedankt.